en ons land. En binnen de VVD is een stammenstrijd uitgebroken over de manier waarop VVD-minister Verdonk deze zaak heeft behandeld. Dat is heel pikant, want wat zou dat kunnen betekenen voor de strijd om het lijsttrekkerschap binnen de VVD, die ook gaande is? Wordt Verdonk hier wijzer van of juist helemaal niet? Gisteren was de strijd om het lijsttrekkerschap van de VVD nog spannend. Mark Rutte kreeg 45% van de stemmen en Rita Verdonk stond aan kop met 49%. Jelleke Veenendaal kreeg 2%. Maar de enquête van vandaag geeft een totaal ander beeld. De VVD-leden van het 2 Vandaag opiniepanel kiezen nu in meerderheid voor Mark Rutte. En de aanhang van Rita Verdonk daalt in één dag tot 40%. Jelleke Veenendaal krijgt 4%. Het kan maar duidelijk zijn. Ayaan Hirsi Ali is allang geen nationaal fenomeen meer. Ze stond in de lijst van 100 invloedrijkste personen ter wereld. Een lijst die wordt gepubliceerd door het Amerikaanse blad Time Magazine. Dus niet verbazingwekkend dat de hele wereld vandaag meekeek naar het spektakel rond Ayaan. Well, a Dutch politician under fire for her criticism of Islam is reportedly quitting parliament. Hirsi Ali announced on Tuesday that she'll resign from parliament. The move comes after the country's immigration ministry said the Somali-born Hirsi Ali may not be a legal citizen. Ayaan Hirsi Ali, ein Name, der vielen bekannt sein dürfte. Als Islamkritikerin hat sie sich einen Namen gemacht. Erst Anfang des Jahres wurde sie als Europäerin des Jahres ausgezeichnet. Doch jetzt steht die aus Somalia stammende niederländische Parlamentsabgeordnete als Schwindlerin am Pranger. So sahen ihre Auftritte die letzten 2 Jahre aus. Mehrere Bodyguards wegen Morddrohungen. Ayaan Hirsi Ali, unumstritten war die Islamkritikerin nie. Doch nun geht es um bürokratische Fakten. Großer Medienauflauf am Nachmittag. Hirsi Ali ist wohl zu Unrecht niederländische Staatsbürgerin. A controversial Somali-born Dutch politician, Ayaan Hirsi Ali, has resigned as a member of parliament following a furore over lies on her asylum application. She was under pressure to quit after revelations that she falsified her asylum application. She's apparently told the Dutch immigration officials that she was from Somalia, when she had in fact arrived from Kenya via Germany. En zo ging dit Nederlands politieke incident de hele wereld over. Ayaan Hirsi Ali kwam naar ons land in 1992. Ze toonde zich betrokken bij de problemen van vrouwen in orthodox-islamitische landen. En ze werkte voor het wetenschappelijk instituut van de Partij van de Arbeid. Maar haar politieke voorkeuren veranderden geleidelijk aan. En uiteindelijk werd ze door oud-minister Nelly Kroes binnengeloodst bij de VVD. Er braken turbulente tijden aan met het sluitstuk van vandaag. Een abrupt vertrek uit de politiek en uit Nederland. Kijkt u naar een impressie van onze Haagse redactie. De krantenkoppen in binnen- en buitenlandse pers. Niet omdat VVD-Kamerlid Hans van Balen vader is geworden, maar omdat Ayaan Hirsi Ali volgens partijgenoot Rita Verdonk heeft beslist dat ze haar paspoort moet inleveren. De verslagenheid in de fractie is groot. Afschuwelijk natuurlijk, want het is een van onze mensen, een moedige vrouw, een held en wat er nu gebeurt. En, nou, ik ga zo terug, want ik moet zo terug naar de fractie. Er moet een oplossing komen die juist en rechtvaardig is. Nogmaals, is one of us. Bij de VVD-fractiekamer is het ondertussen een komen en gaan van fractiegenoten en medewerkers. Wat moet de fractie doen? Kiezen voor Ayaan of voor Rita Verdonk? En wat moet er gebeuren zodat Ayaan Nederlander kan blijven? Nou, ik heb er gewoon geen woorden voor. Maar? Rot. Ja? Ja, ik heb er wel een woord voor, maar ik geloof niet dat het erg parlementair is. Is de fractie nog wel één geheel, meneer Van Aartsen? Het doet iedereen vreselijk veel pijn, want ze is collega en vriendin. Los even van juridische zaken. En dit is pijnlijk, dit is vreselijk. Ik vind haar een held. En ik vind dat we moeten kijken wat de wet mogelijk maakt, zodat ze Nederlander zou kunnen blijven. En zoals het er nu naar uitziet, kan dat niet. Daar zijn de juristen het natuurlijk, zoals juristen het nooit eens zijn, niet over eens. Maar ik ben jurist van de koude grond. Ik weet dat er altijd een mogelijkheid bestaat voor speciale situaties. Maar dat gaat Van Beek nu verder bekijken. Daar krijgen we vanmiddag mededeling over? Ongetwijfeld. En de 13:30 moeten we allemaal afwachten hoe dat gaat lopen. Dan komt ook het leidend voorwerp aan bij de Tweede Kamer.
Het publiek steekt haar sympathie niet onder stoelen of banken. Geëmotioneerd begint ze haar toespraak. Ik wil de VVD bedanken voor mijn jaren in het parlement. Dat deze partij mij heeft gevraagd. En belangrijker nog, het met me heeft uitgehouden. Is niet vanzelfsprekend. In het bijzonder wil ik waardering uitspreken voor mijn fractiegenoten. Ik wil mijn collega's in de Kamer bedanken voor hun steun. Al waren de debatten soms vinnig en scherp. Femke, dank je wel. Dank ook aan die 30.758 mensen die hun stem toevertrouwden aan een nieuweling. Ik ben Ayaan, de dochter van Hirsi, die de zoon is van Magan, de zoon van Ise, de zoon van Guleid, de zoon van Ali, die de zoon is van Waais, die de zoon is van Mohammed, van Ali, van Omar, van het geslacht Osman, de zoon van Mahmoud. Ik ben van deze clan. Minister Verdonk heeft een onderzoek gelast. Ik kan de juridische problematiek niet overzien, maar ik wil wel zeggen. Hoe vaak geven mensen op de vlucht uit angst andere namen op? Wanneer het gaat om luite onjuiste persoonsgegevens, is het ontnemen van de nationaliteit in alle gevallen, ik herhaal alle gevallen, een buitenproportionele sanctie. Vandaag leg ik mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer. Ik ga Nederland verlaten. Verdrietig en opgelucht zal ik opnieuw mijn koffers pakken. Ik ga door. Dank je wel. Zoals Ayaan al aangaf, heeft ze nooit geheimzinnig gedaan over haar personalia. Naar ik begrijp, zijn het foute geboortejaar. Ayaan is geboren in 1969 en niet in 1967. En de naam, haar grootvader heet Magan, terwijl Ayaan Ali gebruikt als achternaam, zijn de aanleiding om vast te stellen dat Ayaan geen Nederlands is. Die feiten zijn al jaren publiek bekend. Ze schrijft er in 2002 al over in haar boek De Zoontjesfabriek. En je hoeft alleen maar de allereerste zin te lezen. En ik citeer. Ayaan Hirsi Ali wordt in 1969 in Somalië geboren als dochter van Hirsi Magan. Op dit punt bevatte de recente televisieuitzending absoluut niks nieuws. Dan moet het mij van het hart dat ik verbaasd ben over de snelheid waarmee dit besluit genomen is. Ruim 3 jaar lang vindt niemand, maar dan ook niemand, een aanleiding om de nationaliteit van Ayaan ter discussie te stellen. En nu, binnen 48 uur, krijgt Ayaan de vaststelling uitgereikt dat ze niet genaturaliseerd is. Ik respecteer de verantwoordelijkheid van de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. En ik neem aan dat dat besluit juridisch stand houdt. Vindt u dat mevrouw Verdonk een uitzondering voor Ayaan Hirsi Ali zou moeten maken op dit punt? Nee, we zullen de regels moeten toepassen zoals ze zijn. Waarbij natuurlijk de eerste juridische vraag, maar ik ben geen jurist, daar zullen juristen ongetwijfeld naar kijken. Of er een 1-op-1 vergelijking is met het precedent van 2005. Respectievelijk of er andere mogelijkheden zijn om alsnog het Nederlanderschap op een correcte manier aan Ayaan te gunnen. Ook in de Tweede Kamer zelf is het plotselinge vertrek van Ayaan het gesprek van de dag. Hilbrand Nawijn is verrast door de snelheid van de besluitvorming. Ja, nou, sneu voor Hirsi Ali zelf als persoon. En ook wat dat denkbeelden betreft, want ik ben het altijd met haar eens geweest. Maar ja, wat ze heeft gedaan, dat is niet te tolereren. Zoals minister Zalm terecht zei, de IND is nooit zo snel. En waarom nu wel? Dat is toch fijn dat de IND heel snel is? Ja, maar het kan ook een onzorgvuldig besluit zijn. Bovendien vind ik het een buitengewoon onrechtvaardig besluit. Rita Verdonk wist al 2 jaar hoe de situatie met Ayaan Hirsi Ali was. Ze had deze beslissing op dit moment helemaal niet zo hoeven nemen. Ook de uitspraak van de Hoge Raad laat ruimte voor wel degelijk behoud van Nederlanderschap. Dus het geeft de indruk van politiek gewin. Als het waar is dat het feit dat Ayaan geen Nederlander zou zijn te maken heeft met een beleidslijn die door Rita Verdonk zelf op het ministerie tot stand is gebracht en steeds is gesteund door de VVD, dan zijn ze inderdaad wel in hun eigen zwaard gevallen.
Voor Ayaan Hirsi Ali maakt het allemaal niets meer uit. Zij verlaat politiek Den Haag. Maar niet het stille Tom. Nog één keer, Ayaan. Die vaak verweten is dat ze meer een activiste en commentator was dan Kamerlid. Kijkt u naar de mening van twee andere commentatoren. De publicist Afshan Elian en VVD-ideoloog Paul Cliteur. De kogel is door de kerk. Ayaan Hirsi Ali verlaat de Tweede Kamer en vertrekt uit Nederland. Bedreigd, opgejaagd, haar huis uitgezet en nu moet ze van minister Verdonk ook haar Nederlandse paspoort inleveren. Wordt het vertrek van Ayaan uit Nederland het politieke Waterloo van minister Verdonk? Een man die binnen 24 uur over nationaliteit vraagstuk van een Kamerlid besluit neemt, is zo onzorgvuldig bezig dat je kunt haar vergelijken met in ieder geval mensen die in de bananenrepubliek dat soort dingen doen. Het is slecht voor de reputatie van alle betrokkenen. Het is slecht voor de reputatie van Nederland. Het is een inschattingsfout van mevrouw Verdonk in dit geval. Dat ze denkt dat het Nederlandse volk hierop zit te wachten. Ik denk dat het op alle fronten eigenlijk onjuist is wat er gebeurt. Duidelijke taal van twee hooggeleerde heren. Maar feit blijft dat Ayaan niet op naam van haar vader, Magan, Nederland is binnengekomen, maar op naam van haar moeder, Ali. Een feit trouwens waar ze in latere jaren nooit een geheim van heeft gemaakt. Ayaan heette zij altijd. Hirsi heet hij ook altijd. Alleen in plaats van Magan is hij waarschijnlijk van moederkant. Dus de staat was altijd, was mogelijk voor de staat om uit te zoeken wie deze mevrouw is en antecedenten uit te zoeken. Want uiteindelijk gaat het bij persoonsgegeven uitzoeken wat de antecedenten zijn. Of die historiker is, of die gevaar oplevert voor openbaar orde. Zelfs scherpste critici die nu zeggen je hebt toen gelogen, die kun je verwijten. Hey, hebben jullie dan toen niet op zitten letten? Want meneer Nawij bedoelt u? Ja, meneer Nawij, meneer Dijkstal, Klaas de Vries, al die critici van haar, die hebben toch toen, die wisten dit toch al. Het kan toch niet zo zijn dat ze nu ineens naar aanleiding van een uitzending op de televisie denken van hey, laten we de zaak nu eens gaan opspelen terwijl we dat jaren geleden niet hebben gedaan. Dat is toch ook een bewijs dan van onvermogen van deze politici. Ik heb met Gerard de Spong gesproken gisteren. We hebben samen uitgezocht. We zijn samen tot de conclusie gekomen dat tenminste de heer Nawijn, mevrouw Verdonk en vele andere leden van het kabinet van 2002 en het huidige kabinet toppolitici zijn. In de zin van de wet in ieder geval mogelijkerwijs te beschouwen als verdachte van ambtsmisdrijf. Gaat u aangifte doen? Kans is zeer groot. Ik of een andere burger dat doet. Kans is zeer groot. Ze wist het wel, maar ze heeft niks gedaan. Mevrouw Verdonk heeft dus een ambtsmisdrijf gepleegd. Vroeger kon je daarvoor verbannen worden naar Texel of Vlieland. Tegenwoordig staat er maximaal 3 jaar gevangenisstraf op. Ayaan Hirsi Ali, leidt dat tot het waterloo van mevrouw Verdonk? Nou, ik denk wel dat ze het slecht aanpakt op dit moment. En dat ze dat er dreigt een enorme scheuring in haar partij zich te vormen. Dus ik weet niet helemaal hoe het af gaat lopen, maar dit is wel heel gevaarlijk en wat ze nu doet. Ja. Kijk, het is heel gek. Als iemand tegen u zegt, u mag altijd filmen hier en rondlopen. En dan ineens na 4 jaar komt hier, die ook u hebt waargenomen de afgelopen 4 jaar. Tegen u zegt, wat doe jij hier, stom terug? Op zo'n manier. Dat is de wijze waarop Verdonk omgaat. En ik vind het echt een schandalig. Dat zal misschien een beetje moeilijk zijn, maar toch verwacht ik nu van mevrouw Verdonk dat ze op haar streden terugkeert en dat ze gaat aangeven dat ze daar rustig de tijd voor zal gaan nemen. Ik denk dat haar politieke reputatie dat ten goede komt. En ik moet zeggen dat ik vind ook eigenlijk dat de VVD-kiezers in dit geval een beetje aan zet zijn. Die moeten nu collectief op Rutte gaan stemmen en niet op Verdonk, om duidelijk aan te geven dat men toch deze procedure niet goed vindt. En ik hoop ook dat er veel VVD-stemmers zijn die ook dreigen met het opzeggen van hun lidmaatschap en die duidelijk aangeven, dit is niet de kant die we met de VVD op willen. En eigenlijk ook niet de kant die we met Nederland op willen.